Staatsolie kijkt terug op een fantastisch 2019. Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, haalde gisteren tijdens de jaarafsluiting aan dat het bedrijf voor het eerst in haar 39-jarig bestaan zo sterk is en in meerdere sectoren participeert. Elias zegt verder dat er in 2019 hard is gewerkt aan het voortbestaan van het bedrijf. Daarom ziet hij de oliemaatschappij ook als hoop voor de toekomst. Ook in de cijfers heeft Staatsolie successen geboekt. De oliemaatschappij heeft een geconsolideerde omzet gemaakt van $500 miljoen, waar GoTo en Staatsolie Power Company Suriname aan hebben bijgedragen. En we hebben een verwachte winst. Dat is nog ongeauditeerd. Ik heb onze auditor hier wel zien rondlopen. Dus die moet nog door onze boeken snuffelen. Maar we hebben een geconsolideerde winst gemaakt van $185 miljoen. Dat is inclusief GoTo en SPCS. Dat is niet meer dan een applaus, ja. Dat is fantastisch. En we hebben een bijdrage geleverd aan de staatskas dit jaar van $150 miljoen. Een heleboel mensen vragen zich af, hoe kan dat? $180 miljoen winst en $150 miljoen afgedragen. Maar dat komt omdat we ook een heleboel andere belastingen daarbij meetellen. We tellen bijvoorbeeld ook de royalties mee daarbij van die we afdragen naar ons goudproject, ons deel dan. En we tellen daar ook bij mee alle GoTo-inkomsten die we hebben en die we afdragen aan de staat. Verder haalde algemeen directeur Elias aan dat in 2020 Staatsolie dezelfde productie wil hebben en dat tegen nog lagere kosten. De oliemaatschappij wil daarnaast graag 30% van de Saramacca-mijn van IAM Gold overnemen. 36 uur na vandaag zijn we ook eigenaar van de Apopaca-dam. We willen meer gaan nadenken over renewables en we willen het voortzetten met onze focus on the upstream en het optimaliseren van onze downstream. Dat is wat we in principe in mind hebben voor 2020. We zijn ready met z'n allen om ook de next big step te maken. Ik ben ervan overtuigd dat Apache en Total niet zomaar een samenwerkingsverband zijn opgezet, maar dat ze ook ervan overtuigd zijn dat in dat gebied waar ze nu aan het boren zijn op de Makkaput, maar dat ze dadelijk nog 3 andere putten gaan boren, dat ze ervan overtuigd zijn dat we daar ook een oliefonds gaan hebben. En als je me het vraagt en je kijkt in mijn hart, zeg ik, wij als Staatsolie zijn ready. Algemeen directeur van Staatsolie was dat, Rudolf Elias. Hij sprak gisteren bij de jaarafsluiting van de oliemaatschappij op het hoofdkantoor aan de Adinstraat.